helemaal niks. Nee. Nee, ik heb er niks over gehoord. Ik persoonlijk ook niet, nee. Ik heb alleen de posters zien hangen. Ja, ja, tuurlijk. Ja, als het goed loopt met mijn rooster, zou ik zeker even een kijkje nemen. Ja, ja, in ieder geval even kijken. Nu weet meedoen. Ja, ik zou nu niet direct ja zeggen, maar als ik een beetje, ja, ik weet niet wat er verder nog is, of het alleen maar gewoon een beetje volleyballen is, of dat er ook een paar rondjes bier achteraf bij zitten, zullen we zeggen. Ja, wellicht. Voor mij zeker. Ja. Dat klinkt zeker relaxed. Ja, dat maakt het wel iets aantrekkelijker dan alleen volleyballen. Ja, top. Ik denk zeker die hele Amsterdam campus hier, dat je nu gewoon echt een plek hebt waar je met alle studenten eigenlijk een beetje samen kan komen. En het is toch wel gezellig dat je op dit soort punten ook, op dit soort momenten, dus evenementen, gewoon gezamenlijk leuke dingen kan doen. Maakt het alleen maar gezelliger. Ja, ik vind het ook, omdat je ook nieuwe mensen kan leren kennen. En het is gewoon gezellig om met vrienden wat te gaan doen. Ja, ik vind het wel goed dat de mensen dan soort van nog een keer samen worden gebracht buiten. Omdat je in de klas met elkaar omgaat. En dat je gewoon dan buiten school ook nog gewoon met elkaar omgaat en iets leuks kan doen. Ja, het draaglijker maken van de studie wat je zegt. Dat is, ik vind het fijn dat er over na wordt gedacht. Dat er buiten school, laat maar zeggen, ook evenementen worden georganiseerd voor ons als studenten. Ja, dat is goed ook voor de beweging. Hey guys, my name is Sven Vismans. I'm National Beach Volleyball Champion of the Netherlands. On Friday the 2nd of June, I'll be giving a masterclass beach volleyball to maybe a couple of you guys. If you want to be there, let us know. And I'll see you on Friday the 2nd of June. See you at the beach.